Ja, we hadden wel eens, het is alweer een week geleden, maar toen zagen we u bij de Schone Maas. Ja, de Schone Maas, vorige week zaterdag inderdaad, ja. Een mooie actie, denk ik, waar 36 verenigingen uiteindelijk aan mee hebben gedaan. Ja, wethouder, 36 verenigingen doen mee om de Maas, de Niers, van alle handen waar paden en wegen om die schoon te maken. Ja, we hebben daar met z'n allen zwerfvuil opgeruimd, ja. En nou, dat, de verenigingen, dat varieert van de KBO's tot de zangvereniging, carnavalsclubs, buurtverenigingen en sportverenigingen. Heel breed scala aan verenigingen. Ja, u had een stevige opkomst. Hoeveel mensen waren er in totaal, denkt u? Nou, ruim 500 mensen hebben zich opgegeven. En ik schat ook wel dat die er wel geweest zijn. Ja, het was in ieder geval een hele grote club. Enkele kilometers zwerfvuil worden opgeruimd. Wat moeten we dan aan hoeveelheden overdenken? Nou, qua kilo's weet ik het niet. Maar de container die wij van Rijkswaterstaat hadden, zo'n hele grote blauwe, die zat echt mutvol. Dus er is flink wat opgehaald. Dat is een dikke winst. Dat is een dikke winst. Voor het milieu met name, hè. Voor het milieu, maar ook voor de verenigingen. Ja, de verenigingen die konden daar een mooi centje voor een clubkast mee verdienen. En dat speelt natuurlijk wel in op de OMO-gedachte onder andere. Maar ook gewoon het feit dat je voor de club wat kunt doen, wat ook nog wat opbrengt voor de club. Ja, en dan als je met 500 man koffie gaat drinken, dat gebeurt ook niet elke dag, hè? Nee, maar die stond wel eens mooi klaar 's morgens, hè? Ja, precies. Ja. Ja, dus wat dat betreft de saamhorigheid, ook nog een keer, u zegt net al, hè, de OMO-gedachte erachter. Helpt dit nou ook mee aan de milieubewustheid van de burger? Nou, ik hoop van wel. Ik heb in ieder geval mensen gesproken die naderhand op straat liepen en hadden zoiets hadden van, god, daar ligt een blikje en daar ligt een chipszakje. Dat hoort er eigenlijk allemaal niet. En hopelijk zet dat mensen aan tot denken over milieu en omgaan met afval op straat. Wethouder, u bent in deze een tevreden mens. Volgend jaar weer? Ik hoop volgend jaar weer. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen die mee hebben gedaan heel hartelijk te bedanken. 1, het was best heel gezellig. En 2, het was natuurlijk heel nuttig op meerdere fronten. En u had ook nog gezorgd voor goed weer, want toen bijna iedereen binnen was, begon het pas te regenen. Ja, organisatie is organisatie, hè. Wethouder, dank voor uw toelichting. Heel graag gedaan.